En dan is het nu hoogste tijd voor... Wat jullie in deze vlog allemaal te zien krijgen. Amen. Oh, nou gaan we in één keer wel een naakslak filmen. Dan kochten wij dat dan echt een Duitse braadworst. Zo slecht. Denk je alles gehad te hebben, kom je nog een paar Duitsers tegen. Ja. Ja, sorry hoor. Twee jaar later. Maar dit keer in een andere lift. Inderdaad. En nu zeg je niet je nummer. 06. De meter, je kan niet staan. Ik heb wel echt gezien. Ja mensen, we gaan weer op doorreis. Van harte welkom bij deze allernieuwste video trouwens. En we gaan deze camping weer verlaten. Buslo, ga. Wat doe jij nou weer? Goed, we gaan zo lekker naar Valkenburg. Dus we gaan naar het mooie weer. Hier hebben we het wel weer gehad op deze camping. Ontzettend leuke camping. Alles erop en eraan. Sanitair, wat ik al zei. Het is gewoon allemaal keurig netjes. Maar goed, we hebben de ambiance en de sfeer wel weer gehad. Dus het wordt weer tijd voor een andere camping. Dus daar gaan we weer. Nou mensen, we zijn letterlijk en figuurlijk het zonnetje tegemoet gereden. We zitten heerlijk in Valkenburg op de camping. We hebben ons even geïnstalleerd, dat ziet u hier achter wel. En we gaan eventjes lekker deze camping verkennen. Je mag wel naar binnen hoor. Ja. Voor hetzelfde geld stap ik hier met een domme hoofd en de dames het vallen. Nou, de sanitair ziet er netjes uit. Zo! Maar er zit er goed uit. Er zit zelfs een inhammetje in die pot en in die bril, zeg maar. Dan kan mijn lul er eindelijk een beetje tussen. Mitch! Nou Mitch, we hebben je huis gevonden. Laat ik zelf spot doen. Ze hebben ook bungalows voor mij. Ja, wil je even naar huis toe? Ja, dit is mijn huis. Ja, dat staat op je hoofd bij binnenkomst. Zelfs ik moet bukken. Welkom bij mijn dons. Wacht, je mag doorrijden naar het tweede raam. Ja, er is maar één raam, maar succes. Oh, ik heb al een regenia van dat busje laten staan dat ik in zo'n huisje krijg. Dit gaat niet goed door dit. Limburg verzuipt. Oh, wat een natte rommel, jongens. Jezus. Ja, ik heb een zwembandje bij me. Echt hoor. Dit is toch niet te geloven, dit? Oh, wat erg. Wat een verschrikking. Oh, wat een weer, jongens. Echt. Nou mensen, na een ontzettend spannende reis waarbij de benzine bijna leeg was, hebben we... En de auto bijna niet meer startte toen we getankt hadden. Ja, ja. Nick, wil jij nog iets zeggen? Ik hou wijselijk mijn mond. Ik heb gierende hartkleppen en een omgedraaide maag. Nou, dit kan alleen maar positief worden vanavond. We gaan naar het drielandenpunt toe. En alles is dicht, dus we gaan kijken wat we van kunnen maken. Doe de scherp stellen. Please. Hij doet de scherp stellen. Ja, nee, ja. Ja. Ja, hè, hè. Godsamme ze. Ja, ja, nu doet hij het weer. Oké. Okay. Ja. Maar het uitzicht. Maar het uitzicht schijnt verbluffend te zijn. Nou, fantastisch. Dit komt er vast in. Nou, zou je vast niet gehoord kunnen hebben. Zoals een beetje te zien is aan de plasjes hier beneden. En aan de vorige opname. We hebben plans bijna naar beneden gekregen, jongen. Nou. Ja, Nick heeft het vervloekt. Want Nick zei: oh, we nemen het mooie weer mee. En we dachten: mooie weer. We gaan Limburg weer verzuipen. Nou, jongens, hier zie je Wilde Mitch. Die heeft zijn aandacht ook even nodig. Dus we gaan hem even filmen. Oh. Is hij al bezig? Die is aan het huppelen, jongen. Ik vind het gelijk een mooi plekje om even te lozen. Zijn we er eindelijk? Moeten we er een pissen? Ja. Ik was er al bijna. Over wilde dieren gesproken. Nee, echt hoor. Ik heb zo'n... Daar heb je een wilde pisvlinder. Zenuwenleier van dat die benzinepijl in één keer helemaal naar één kant schoot. En dan ook nog eens een keer een motor die niet startte. Verschrikkelijk. Probeer nou, ik ben echt niet. Dave gaat even Limburgs praten, let op. Wat jullie in deze vlog allemaal te zien krijgen.
Denk je alles gehad hebben, kom je nog een paar Duitsers tegen. Ja. Ja, sorry hoor. Dat kan je niet zeggen, joh. Sorry. Oh god, wacht, we zijn er één kwijt. Zo. Oh, dit ging hard. Wil je hem alsjeblieft laten staan, joh? Jezus, jij is helemaal krom gelijk. Dat is een challenge in, hoor. Hij is dicht, maar we kunnen best naar boven klimmen. Hoogste punt van Nederland. Mijn hoogste gaf me gewoon. Jezus Christus. Wat is dit nou, het echte drielandenpunt? Hiervoor zijn we een half uur komen rijden. Voor een steen? Voor een steen. Ik kan deze op mijn achtertuin kan draaien of zo. Nederland. België. Amerika. Wat doe je? Wat zei hij nou? Niks. Wat zei hij? Zuid-Afrika. Duitsland. Oh ja, kijk, ik zei het! Jij bent gelijk te dik. Ja. Hallo, doe nou. Dat is trekje. Toen op vakantie naar België. Alekes, Wafels. Ja, ik sta nu in Duitsland. Naar Duitsland. Fijn. En nu sta je weer in Nederland. Het is geen kwaad in Duitsland. Yes! Yes! Ik ben een beetje gegroeid. Ja, 55 meter hoog. Ja. Ik denk dat dat centimeter moet zijn. Dit schap 336. Ja. Oh, nou gaan we in één keer wel een naakslak filmen. Dan ja. Mochten wij dat dan echt een Duitse braadworst? Zo slecht. Zo flauw. Ja, af en toe ja. Echt hoor. Dit is te spannend uit. Oké, we gaan we volgen dit wel. Dit is camera toezicht. En niet van Nick, maar echt wel. We volgen dit wel. Echt, ze hebben één dag op het onbewoond eiland en hij is gewoon dood. Een boom. Zo, dit echt een raai. Ja, joh, idioot. Heel die vallei die... Ja. Ja. Ik ben op een braadworst. Wat? Je stond op een braadworst. Nou, oh, lekker. Oh. Joch. Ja, zo beginnen horrorfilms toch altijd? Ja. Echt. Er iemand met een mes naar binnen. Zo. Ik kom bijna als een zombie. Als je valt, ik ga je echt niet helpen hoor. Dat is een stuk omhoog hoor. Net als we binnen het donkere bos van Harry Potter. Ja, met die spinnen. Ja, waar zijn de spinnen? Hier wel even naar beneden, ik ben zo terug. Wat gaan we doen? Ja, echt hoor. Succes. Dat hou ik echt niet. Maak er een foto van. Nou nee hoor. Stop er een vlaggetje in. Goed zijn Nederland. Jezus. Voor even achtergrondinformatie, Nick die moet poepen. Hij kan het niet meer houden tot we bij de camping zijn. Dus ja, wordt vervolgd. Welkom in het land van Suske en Wiske. Mitch. Ja? Hoe lang zijn we al aan het wachten op Nick? Zeker 3 kwartier. Ja. Ja. Bijna donker. Echt, Straks kunnen we de weg niet meer terugvinden. Nee. We staan midden in een bos, ergens in Mofrika. Geen idee waar we zijn. Kan het niet meer lukken. ben je aan bevallen? Moeten we ambulance? Oh, hij komt. Hij komt. Is het een jongetje of een meisje? Roze of blauw? Dan ga ik alvast de muisjes kopen. God, jij doet alsof je verslonden bent door een wolf. Oh, ik ben zo blij dat ik dat kwijt ben. Ja? Blijf bij de buurt, alsjeblieft. Blijf bij de buurt. Heb je handen wel gewassen? Of is al mee gepist? Ja, waar ga je hier ooit zee vinden? Shampoo. Ja, maar hij doet de vlogs, hè, dus dit komt er nooit in. Nee, dat denk ik ook niet. Jawel, dat weet ik. Het lijkt wel 10 kilo lichter. Nou, echt, het zat me echt zo ontzettend dwars. Nee, en ik had echt zoiets van, als ik nu niet ga, dan doe ik het echt in mijn broek. Ja, die camera trilt maar. Dan moet ik echt wel, oh, wat schrikkelijk. Zijn water was al gebroken. Oh. Zijn water? Nou, ja. Gaan we verder? Ze verliezen. Zijn water. Zijn water was al gebroken. Nou mensen, welkom op deze vroege ochtend. Nick had er veel zin in om uit bed te komen.
Toch, Nick? Ja, heel veel zin. Normaal. Veel zin. Ja. Nou, we zijn dus in het mooie Valkenburg. Dus ja, genoeg te doen hier, denk ik. Ja, zeker. Ja, wij zijn al vaker geweest en Mitch is er voor het eerst. Dus die gaan we even inwijden. Doen we het ruïnekasteel als eerste? Dat gaan we doen, Nou, zullen we hier dan naar boven gaan? Ja. Oké. Okay. Dave, kom. Ja. Dus vroeger kocht je hier je kaartje. Wel grappig. Ja, maar dat dat nu niet meer is dan. Hè? Ja, hè? Dat allemaal zo gemoderniseerd is, is wel echt jammer. Inderdaad, ja. Maar wel leuk dat het er nog is. Ja. Hey Mitch. Hey. Je voelt hem al aankomen. Kijk, weer een deur voor jou. Ja. Aan de andere. Kijk, hoor. Kijk, zie je het? Of het niks is. Nou, hè? Ik heb nog een tandje. Je moet nog wel een stukje hoor, voordat je echt de bovenrand ziet. Ja, dat kan ik niet. Tuurlijk wel. Nee, dat is, hier kan je niet vallen. Nee, dat lukt niet. Tuurlijk wel. 1, 2. Nee, je gaat vallen. Doe nog niet. Nee, dat is te glad. Hij heeft ook echt geen ruggengraat, die vent, nee. Hè? Mitch, spring van boven naar beneden. Ja. Dat is nog. Kijk, dan is dit je uitzicht. Prachtig. Kees, wat uitzicht. Echt hoor. Het is ook echt gewoon een deur die nergens naar leidt. Vlieg je gewoon van de berg af. Misschien had hij ooit wel. Er zit nog zo'n zielig slot. Ik wil je dood hebben, dus we duwen je daar naar beneden deur. Ja. C'est si bon de partie n'importe où. Gezellig. En dit is waar het was. Wat is dit? Nou, nu komen we het in het indrukwekkendste gedeelte van het kasteel. De kutkamer. Ja, hier links. De kutkamer. Dus ik kan aan de andere kant gaan staan terwijl ik vast zit. Ja, dat is wel leuk, ja. Maar de andere kant is letterlijk ingestort, dus daar kan je niet staan. Oh. Nou, kijk, dan komen we in de indrukwekkendste kamer die er is. Nou, wat indrukwekkend. De ridderzaal. Ja. Nee, die zit hiernaast. Oh, dat is de kapel. Oh. Ah. Die stond wel bij. Zo actief is het niet. Gaat erop. Je komt hier naar boven hoor. Help je broer even. Ja. Ja. Nou jij. Wel leuk dat het mijn idee was en vervolgens sta jij daar. Yes! Kom eens. Oh. Ik moet lachen. Oh, nou. Ik ga naar beneden. Kijk even goed op mijn uitzicht. Wauw. God, dat hebben we voor niks gedaan. Echt. Ik wil daar ook eigenlijk helemaal. Eigenlijk als die meneer. En er zit van. Hier een trapje. Wat een badass, godsamme. In 93 is jongen. Oh, Nick! Zo die jongen. Zo. Oh. Maar dat is zo grappig. Ja, maar. Dat is heel mooi. Lekker trappetje ook weer. Net als vorig jaar zei ik dat ook op dit moment. Komen we zo meteen bij de liefdesgrot. Bij de wat? De liefdesgrot. Oh god. Nou Mitch, je betreedt nu de liefdesgrot. Oh, de kelder.
vind liefdesgod romantischer. Nou Dave. De grote kop kan er niet doorheen, oh jawel. Wat zeg je nou? Gelukkig, mag hij nu, zit vast. Mag ik nu uit? Ja. Top. Nou mensen, we hebben de kasteel Valkenburg weer gehad. Het was wel even leuk om terug te zijn. Ook zeg al, als je hier bent dan kijk je ogen uit. Het is altijd een leuke locatie om terug te komen. Vorig jaar natuurlijk gedaan en nu weer. Maar goed, je kijkt je ogen uit. Dat gaan we even overdoen. Ik vind dit zo slap gaaf. 1644. We zijn even aan het opzoeken hoe lang het allemaal heeft gefunctioneerd, het kasteel. Ze hebben het zeg maar in 1644 zelf kapot gemaakt, zodat de Spanjaarden er niks aan hadden. Yeah. En daarna is hij in 1672, aan het begin van de Hollandse Oorlog, is het helemaal verwoest op 6 december. Oké. Okay. En dat werd ook besloten om het kasteel zoals wel zodanig te verwoesten dat de vestigingsstad nooit meer een bedreiging kon vormen voor voornoemde stad. Maar er was ook een stadsbrand in 1773. Dat hebben de Valkenburgers de stenen hiervan gebruikt. Dus dan hebben ze muren ook naar beneden gekletterd om de huizen van te maken. Oh, oké. Okay. Aha. Ze hebben de ruïne ook gebruikt om een stad op te bouwen nadat er een brand is geweest. Dus meerdere dingetjes waardoor dat hele kasteel naar de tering is gebracht. Oké, okay. Fijn voor de informatie. Kan weer een piepje komen. Toch wel leuk, ja, kan weer een piepje komen. Goed, nee, toch wel even interessant om eventjes gehoord te hebben hoe de geschiedenis van dit kasteel heeft. Wel jammer dat het hier nergens duidelijk beschreven staat. Ja, dat is inderdaad een beetje jammer. Maar goed, we hebben weer genoten van de ambiance. Het blijft een mooie ruïnekasteel. En we gaan weer door naar de volgende trekpleister. Daar gaan we weer. Welkom bij de Loedenschotten. Gezondheid. Wow. Ik zal eens even gaan biechten. Waar moet ik beginnen? Zit je op een verkeerde stoel? Ja, dat denk ik ook, ja. Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij mijn spreekbeurt op dit ontzettende mooie rots. Er is iemand uit het doelt opgestaan. Ik heb gebiecht. Ik ben 3 uur bezig geweest. Ik ben nog maar niet op de helft, maar ik ben het beu. Wat is hij nou weer? Goedemiddag. Ja, van de schade is nog wel degelijk wat te zien. Ja, bizar hè, dat je dat gewoon nog goed kan zien hè. Ik denk dat het hier makkelijk zeg maar hier tot de schreef te staan, tot aan je nek. Nee, ja, je kan het zien, het is gewoon vocht nog. Ja. Het is gewoon nog steeds daar niet uit. Daar is dat hekje, dat heeft helemaal. Ja, bizar. Heftig hoor. Ja, hè? Hier de borstel moeten doen, anders had ik hier niet kunnen zwemmen. Net zo de duikpakken, diepzeeduikpakken neem jij. Tja. Bizar. Maar ondanks dat toch ook wel weer snel opgeruimd allemaal. Het ziet er relatief netjes uit hoor. Ja. Dit doet echt zeer aan je ogen. Retro wangetje. In oktober. Denk ik dat je klaar bent. Zonde hoor. Alles is hier gewoon neergestroomd. Ja. En nog steeds vroeg. Bizar hè? Jee. Nou, dan zie je ook wel wat een kracht water heeft hoor. Dit is al een apart gat. Hè? Ja, ik sta gelijk al een kanon. Blazen is. Een soort kanon of zo. Al die dingen uitlopen. Ik denk dat het kanon is geweest. Of zo. Ik denk dat het restant is van de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk, denk ik. Zou het niet? Wel vet. Heel dat apart. Ze daar iets van, dat ze dat behouden hebben. Ja. Nou. Nou, hey, ik moet echt leren mijn mond te houden. Ik liep net langs het terrasje, kwaakte weer wat, iedereen moest om me lachen. Zoals gewoonlijk. Nou, we zaten net verkeerd, maar we zitten nu wel goed. Moet je er weer bij zeggen? Ja. Dave had weer eens niet gelezen. Verrassing. Ja, verrassing. En we zitten nu wel goed.
kasteelruïne, dus de kasteelruïne van Valkenburg, als je al een keertje in Valkenburg geweest bent. There's so much to see that's absolutely free, and it's all for you. Don't you know that Lady Luck has found you, and she's by your side your whole life through. De frustratie kan eruit hoor. Frustratie. Waar heb jij het over? Dat was ik geen... Nou, laat ik het even zeggen. Ik wil hem even. Ja, ja, hier, pak vast. Hallo allemaal. Wacht, ik zal het even vasthouden. Wij hadden net een grottentocht. Nou. Hartstikke leuk, hartstikke interessant. Een klein stukje in de grot, 3 kwartier. Tant hoe koud, daar niet van. Dus een gezin met 2 van die pokkenkinderen. Overal doorheen praten, overal aanzitten. En daarnaast krijgen we ook nog eens te horen dat die gids het vrijwillig deed. Nou, ik zou een knuppel meenemen als ik een gids zou zijn. Nou, dat was ook echt verschrikkelijk, ja. Nee, echt altijd heb je weer de pech als je zo'n grottentocht gaat doen. Je hebt altijd van die vervelende koters die je gewoon het liefst in zo'n grot achter zou willen laten. Nou, dan hoop je gewoon dat op dat punt... waar al die ouders die erom moesten lachen, dat vond nou, ik helemaal... Nou, dat vond ik nog het ergste, ja. Maar goed, we hebben het weer gehad. We gaan weer naar de stoeltjeslift. Yay! Even weer lekker iets leuks. Nou, zitten we weer. Hallo. Ja. 2 jaar later. Ja, 2 jaar later. Maar dit keer in een andere lift. Inderdaad. En nu zeg je niet je nummer. 06-311. Oh nee, ik heb hem echt, hè? Ja, 06-405-71520. Nou. Je kan nog steeds bellen. Nou, dit is wel weer even een leuke ervaring. Weer gezellig in de stoeltjeslift in Valkenburg. Met Mitch naast me. En pluisje. En een plusje. Een plusje. Ja, met mij. Heel goed vast als ik hem nou in mijn klauwen laat vallen. Oh, dan ga ik echt lachen. Dan kan je hem wel opdoeken. Daar gaan we van de kabelbaan af trouwens. In ieder geval ik. Ik weet niet of de rest het durft. Ik ga het zeker doen. Oh, weer die kartelbaan. Dat is ook wel leuk. Oh ja. We hebben de uitrusting aan hoor. Hè? Zeg, jullie hebben de uitrusting weer aan, hoor. En het zit comfortabel. Snak naar alle als ik haar zie. Hyperventilatie. Niet chick willen relatie. Maar daarvoor heb ik tijd niet. Leef in een illusie. Een andere dimensie. Is op mijn... Lekker, bitch. Ook wel echt leuk. Hyperventilatie. Ik hyperventileer. Jij zegt dat jij het ook ziet. Nou, nou, en mama, hoe was het, heren? Nou, mama is niet blij, want ze heeft geen erfenis van mij, want ik leef nog. Ja, het was wel echt vet. Ja, het was wel cool, hè? Maar wel, het is niet zo heel hoog, hoor. Het valt op zich best wel. Nee, je bent er zo, hoor. Nou, Mitch, we zien je beneden. De groeten. Ja, de groeten. Dankjewel. Wat was met de beugel? Kunnen we nu gaan schommelen? Nee. Oh. Alsjeblieft. Heel even. Nee. Doe nou even schommelen. Nee. Niet. Nou, vooruit. Wat een verschrikking. Kijk hoe hoog. Oh, verschrikkelijk. Nou mensen, daar zitten we dan, gezellig bij de rand van het zwembad. Nou, daar ging mij op het gezicht. Het gaat regenen. Het was net scheen de zon nog toen we aankwamen. We hadden zoiets van, we gaan nog even lekker aan het zwembad zitten. Maar het zonnetje is alweer weg, het begint alweer te spetteren. Maar goed, we gaan zo meteen wel een poging wagen om nog een duik te nemen. Dat zou op zich wel heel erg leuk zijn. Nee, die daar bij deze toetsen staat. Dus, dat dus. Nee, hier kan die staan. Dankjewel. Nou, wij gaan er vandoor. Tot leuk. Zonder trekken. Lekker? Ja. Goedemorgen mensen. Nou, ik zou zeggen, laat het goeie er maar vanaf. We hebben gisteren een hele gezellige avond gehad. Ik vond het ook leuk. Ja. Tot zover het duurde bij het zwembad. Want er gebeurde weer wat leuks met onze Dave. Dave die heeft zijn teen zodanig gestoten aan de rand van het zwembad. Dat hij nu zijn teen op 2 plakken gewoon gebroken heeft. Gewoon 2 breuken zitten erin. Dus die kon gisteren weer het voetje gaan halen bij de hap. Dus daar hebben we gisteravond heel de avond gezeten. Zes, en dat duurde. We waren om 7:15. En ik denk dat we om 11:00 echt aan het eten waren. Nee joh, trouwens om 12:00 gingen we het eten halen.
weet het niet eens, man. Het duurde in ieder geval veel te lang. Het duurde in ieder geval heel erg lang. Daarna zijn we nog gezellig even naar de McDonald's gereden. Nou, gezellig was het ook niet. En dat duurde ook gewoon een half uur voordat we een keertje door die drive-in waren. En dat meisje ging lippen praten bij die fucking grafzooi, dus we konden helemaal niet verstaan wat ze zei. Nee, en dat duurde ook lang. Dat duurde ook lang. Ze vond de bus wel mooi.